Hoi allemaal, het is weer tijd voor mijn favoriete producten van afgelopen maand, van de maand april. Het zijn er niet heel veel dit keer, maar het zijn wel gewoon mijn favorieten, dus meer kan ik er niet van maken. Ik begin vandaag een keer met huidverzorging, namelijk de L'Oréal Code Lumière. Dit is een serum en er staat hier revolutionair serum, egaliseert en laat de huid stralen. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik zat op de site van Jessica T te kijken. Nee, dat is niet waar. Ik heb een tijdje geleden heb ik het Lancôme serum. Had ik een paar proefverpakkingen van het Lancôme Lancôme Genevieve Hubblepub serum. Nou, het bekende serum van Lancôme. En ik dacht, nou ja, weet je, ik smeer gewoon die proefpak me op. En ik werd de volgende dag wakker. En dacht ik, wauw. Het is voor het eerst dat ik echt dacht, nou, dit product doet wat. Dus ik had bedacht, weet je, het mag wel kosten. Maar ik vind, als je zo snel iets een effect ziet, dan heb ik het daar misschien best wel voor over. Maar toen keek ik in het winkel, het was het zo duur. Ik weet niet eens meer hoe duur ik het. Nou goed, iets in de 70 euro. Dus kan het nog meer geweest zijn, zodat ik echt dacht, ja, jongens, ik weet het niet hoor. Dus ik was erop gaan googlen en toen vond ik volgens mij op de site van Jessica T in een comment, ging het daar volgens mij over, of misschien zij vergeleek L'Oréal en Lancôme, want het is dezelfde fabriek. En toen ging het over dat serum waar ik het net over had en dat die eigenlijk in deze vrijwel dezelfde ingrediënten zit. Ik wil het nog steeds even gaan vergelijken, want ik heb er nog geen tijd voor gemaakt, dus misschien een betere woord, maar goed, Niels, je snapt het. Maar goed. Ik ben dit serum nu, nou, hoe lang gebruik ik het nu? 3 weken misschien? 3, 4 weken. En het heeft een soort, ik kan het een beetje laten zien. Het heeft een soort, dit is het en dat smeer je dan uit. En zoals je ziet geeft het dan meteen een hele mooie glow. Ik zal het even uitsmeren tot het een beetje opgedroogd is. En echt als ik 's ochtends wakker word denk ik echt, of het nou echt compleet mijn huis verbetert, weet ik niet. Maar het is echt een, ja, ik weet niet. Mijn huis ziet er wel echt gewoon mooi uit of zo, 's ochtends. Ik word er heel blij van. En ik doe het 's ochtends en 's avonds. Dus ook onder mijn make-up vind ik het heel mooi. En ja, ik vind het is heel fijn spul. Het voelt totaal niet plakkerig of iets. En ik doe het dus onder mijn dag- of nachtcreme. En ja, deze is echt een enorme favoriet van mij afgelopen maand. Dan een paletje. En dit is het, hier heb ik volgens mij al een review van online staan. Dit is het Rimmel, of is het nog niet online? Nee, dat is nog niet online denk ik. Nou, sneak peek. Het Rimmel, hoe heet het? Golden Sands palet. 001 Golden Sands. Dit is een paletje met een highlighter, een contourkleur en een blush. En ik vind het een heel fijn paletje om mee te nemen. Ik ga nu wat vaker uit logeren omdat we af en toe gewoon even tot rust moeten komen. Omdat Niels heel slecht sliep. Hoop dat het sliep is. We gaan wat vaker uit logeren en dan vind ik dit echt ideale dingen om mee te nemen. En ik vind deze eigenlijk wel mooi. Het mooist vind ik de blush. Gewoon een hele mooie frisse roze kleur met een mooie glans. Maar op zich kan ik ook best wel overweg met de contour en de highlight. Kijk, ik hou gewoon enorm van glans. En dit is nou niet de meest glanzende highlighter aller tijden. Maar het is gewoon echt een prima paletje. En dit gebruik ik dan ook meteen op mijn ogen, als ooglook. En ja, vooral de blush vind ik heel mooi. Maar het is ook denk ik gewoon een prima. Dit is ook niet een te oranje kleur. Dus je kunt hier prima mee contouren. En ja, ik vind het wel een fijn paletje. Ik vind het formaatje ook lekker. Het leeft makkelijk mee. En ik gebruik het dus nu, nou ja, regelmatig. Dan ook een handig paletje om mee te nemen. Eigenlijk zijn heel veel dingen die zijn handig om mee te nemen. Dit is het L'Oréal Colorige palet. Is alles hopeloos. En dit is het nude palet. Dit is voor de lippen. En dat vind ik eigenlijk sowieso super origineel. Hier staat volgens mij wel de review van online. Het is dus een palet met allemaal nude lipkleuren. Ik heb nu deze kleur op. En eigenlijk vind ik alle kleuren mooi. En zelfs die bruine, waarvan ik echt nooit had verwacht dat ik hem mooi vind. Ik vind dat overigens geen nude kleur, maar goed, dat is een hele andere discussie. Maar zelfs die bruine waarvan ik echt dacht, nou, maar die vind ik eigenlijk best wel mooi staan. Ik
ik ben niet iemand die heel graag donkere lipkleuren draagt. Dus ik zou hem niet zo heel snel dragen. Maar ik kan best wel voorstellen een keer voor een feestje of zo. Maar ik denk als je wel wat vaker donkere lipkleuren draagt. Dit echt een hele mooie kleur is die je gewoon best wel elke dag zou kunnen dragen. De enige die ik niet zo mooi vind bij mij, dat is deze. Omdat die gewoon te licht is voor mij. Dat is echt alsof ik camouflage op mijn lippen heb gesmeerd. Maar ik denk voor de meiden met een echt hele lichte huid is dat echt de perfecte nude. Alleen, ja, voor mij net niet. Dan nog een product van L'Oréal. En dat heb ik gekregen van een vriendinnetje die voor L'Oréal werkt. En die had een heel leuk pakketje samengesteld. En toen zag ik deze en toen dacht ik, ik ben meestal niet heel erg van dit soort mascara's. Want ik ben niet zo van borstels met gewone haartjes. Ik hou echt van siliconenborsteltjes. Deze kant van de mascara is dan ook niet mijn favoriet. Maar deze kant daarentegen. Dit is de witte kant. En dit is de kant zeg maar, waarmee je is ook wel gewoon normale haartjes, geen siliconen. Maar deze breng ik aan voor mijn andere mascara. En het zorgt gewoon dat je wimpers net wat dikker en wat langer zijn. En ik vind het zo'n mooi effect geven. Ik heb wel zo'n mascara gebruikt, maar echt al heel lang niet meer. Maar ik vind het echt fantastisch. En het is ook niet te wit dat je denkt, hoe krijg ik het nou ooit nog weg? Volgens mij heb ik het nu ook op. Alleen ik heb nu een heel klein beetje mascara gedaan, omdat ik haast had. Dus, maar goed, dan nog, als ik dan eens wat volume wil, doe ik eerst hop, 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 snel, snel, snel. En dan, ja, ik vind het echt... ik gebruik dus deze niet, maar dat is puur omdat ik gewoon niet heel erg van dit soort borsteltjes hou. Maar deze vind ik echt super. En dan, ik had niet verwacht dat die nog in zou komen. Omdat ik eigenlijk, ik deed een bestelling bij Sephora in Amerika via die familie van mij die daar woont. Of die daar familie heeft woont, laat ik het zo zeggen. En daar zat dit paletje bij. En ik vond hem heel mooi, maar... ik was verliefd op, of ik ben nog steeds wel verliefd op het Tarte Tease palet wat erbij zat. Dat vind ik zo'n mooi palet. Die heb ik nu ook op. En die vind ik gewoon, ja, die love it. Waardoor deze een beetje in de vergeten, ik was hem niet vergeten, maar het is meer, ik pakte gewoon die ander gewoon, omdat ik dat, ja, zo'n mooie kleuren vond. Maar ik had hem laatst meegenomen onder het motto, eigenlijk... En met dit soort zulke soort dingen, nou dit kan je prima in je toilettas. Dan nog een mascara en een foundation en off you go. Dus ik had hem meegenomen en ik dacht, ik ga hem eens proberen. En ik vond het eigenlijk zo'n mooie frisse look, dat ik echt dacht, nou ik ga het echt vaak gebruiken. En sindsdien gebruik ik hem heel vaak. Het leuke is, dit is het Smashbox, misschien wel leuk om te zeggen ook, waar hebben we het over? Het Smashbox Full Exposure Palet, maar dit is de reisvariant. En je hebt hier ook een normaal palet van met meer kleuren. Maar deze heeft 8 kleurtjes. En het is dus echt, nou, het is het formaat van een heel klein. Het is echt mini. Het is echt heel super dun ook. En hier zitten dus wel gewoon 8 oogschaduwkleuren in. De bovenste rij is glanzend, de onderste rij is mat. En eigenlijk vind ik het gewoon heel mooi. Het is goed gepigmenteerd. Dat vond ik sowieso al. Alleen ik merkte gewoon dat ik vaak naar die Tarte greep. Dat dit zijn net iets meer standaard kleuren. Maar het is gemaakt gewoon een hele mooie frisse look. Ik word er heel blij van. Dan, iets wat ik al heel lang wilde, maar nog nooit heb gekocht, is het Estée Lauder Double Wear Stay in Place Flawless Wear Concealer. En ik hoor daar heel veel goede verhalen over, maar ik had hem gewoon nog nooit geprobeerd. Super fijne concealer. Zit als een huis. Ik heb de kleur 2C, Light Medium. Eigenlijk heb ik helemaal geen coole huiskleur, maar... het stond me prima, dus ik dacht, hoppatee. Blijft heel mooi lang zitten. Dekt goed, maar wel natuurlijk. Ik gebruik hem vooral op onzuiverheden. Maar op zich zou ik hem nog net wel onder mijn ogen kunnen gebruiken. Maar dan zou ik eigenlijk eentje lichter moeten hebben. Ik heb ook niet echt een warme variant hiervan gezien trouwens. Maar ik vind het echt een hele mooie concealer. En ik was heel erg bang dat hij te zwaar zou zijn. Maar dat is het totaal niet. Ik was bang dat het niet lekker zou zijn met mijn droge huid. Maar niks van het al. Ik vind het gewoon een hele fijne concealer. En als laatste, wimpers. Dit zijn, je kent ze wel van Beauty Gloss. Marcia die heeft nepwimpers ontworpen samen met Eyelure. En dit zijn de Silky. Dit zijn dus de meest natuurlijke variant. En ik ben helemaal niet zo van nepwimpers. Maar deze vind ik toch wel heel erg leuk voor een avondje uit. Ik heb dit, ik ga deze vanavond weer gebruiken.
En ik vind het gewoon heel... Ik vond vanavond ga ik een bolletje doen. Vandaar niet op de bank. Ik zou ze niet voor overdag doen. Gewoon omdat ik... Ja, dat vind ik A, te veel gedoe. En B, ben ik best wel blij met mijn eigen wimpers. Maar het geeft wel echt even net wat extra's voor de avondje uit. Dus ze heeft ook andere, maar die vind ik dus wat te overdreven voor mezelf. Maar echt, sowieso vind ik het wel heel leuk gedaan. Ik ben ook wel benieuwd naar die... ik weet dat Fleur de Force heeft in Engeland ook. Ben ik eigenlijk ook benieuwd naar. Kunnen we hier niet krijgen. Maar ja, nepwimpers, ik draag ze niet zo vaak. Maar ik vind deze wel echt mooi. En dat was het. Dat zijn al mijn favorieten van de afgelopen maand, van april. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben heel benieuwd naar jouw favorieten. Heb je nog leuke tips? Deel ze vooral hieronder in de comments. En dan ga ik ze ook proberen. En misschien iemand anders ook. En ik wil jullie weer super bedanken voor het kijken. Duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En ik zou het super leuk vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal Blondie Beauty Fashion. Door hier onderaan een link te klikken of aan het eind van het filmpje op abonneer. En als je nog meer filmpjes wil zien, hieronder staat een link naar mijn vorige filmpje ook aan het eind. En even mijn favoriete filmpjes. Dus ja, ik wens je een hele fijne dag, avond. Ik weet niet wanneer je het kijkt. En ik zie jullie snel. Doeg! Bloemiger en wat frisser. En, oh, maar deze is zeker voor de winter. Want dit durf ik in de zomer niet. Dan komen de beesten achter me aan. Ik ben bang.